De teef die deze bastaard baarde, kan morgen weerloop zijn. Op vrijdag 10 mei 1940 in alle vroegte dringen Duitse troepen Nederland binnen. De Duitse opmars gaat snel. De P-linie valt al op zaterdag. De Nederlandse militairen trekken zich onder andere via Helmond terug. De bruggen over de Zuid-Willemsvaart worden opgeblazen om een verdere Duitse opmars te bemoeilijken. Tevergeefs. Al op 15 mei is Nederland gedwongen zich over te geven. Helmond wordt bezet gebied. Voorlopig lijkt het leven vrij normaal zijn gang te kunnen gaan. Maar dat is natuurlijk maar schijn. Iedereen is bang voor de bezetter. En terecht. In 1943 maken de Duitsers bekend dat de Nederlandse militairen opnieuw in krijgsgevangenschap zullen worden weggevoerd. Later dat jaar worden werklozen verplicht om in Duitsland te gaan werken, vooral in de oorlogsindustrie. Maar de Duitsers proberen ook door affiches en ander propagandamateriaal niet-werklozen te stimuleren om in Duitsland aan de slag te gaan. Menigeen besluit onder te duiken, wat weer de jacht op mensen tot gevolg heeft, vaak met gruwelijke consequenties. Oorlogstijd is een tijd van schaarste. Aan alles is een gebrek. Producten worden vervangen door surrogaten. Er is namaak koffie, namaak tabak, namaak zeep, namaak banden enzovoorts. Vrijwel alles is op de bon. De zwarte handel bloeit weder. Helmond maakt 4 hele zware jaren door. Maar dan, in juni 1944, gloort er hoop. De geallieerden zijn geland in Normandië. De opmars verloopt voorspoedig. België wordt in augustus 1944 bevrijd. Nederland zal snel volgen, zo denkt men in ons land. Het front nadert, met alle gevolgen van dien. Op 28 augustus wordt Helmond getroffen door een bombardement dat enkele slachtoffers eist. De Duitsers kiezen eieren voor hun geld. Hals over kop. Met alles wat rijden kan, vluchten ze richting Heimat. Niet zonder enig leedvermaak slaat de Helmonder deze uittocht op Dolle Dinsdag gade. Maar ook is er angst. De angst dat het in Helmond tot een bloedig treffen zal komen tussen de geallieerden en de Duitsers. Op 22 september naderen de eerste Engelsen Helmond vanuit het westen. De Duitsers trekken zich terug in het oosten van de stad. Opnieuw worden alle bruggen opgeblazen. Helmond is een gedeelde stad.
maar de gevreesde confrontatie in de stad blijft uit. De Engelse generaal Roberts beseft dat een gevecht in Helmond zou uitlopen op een bloedbad. Hij besluit met zijn troepen een omtrekkende beweging te maken. En zo komt het dat 3 dagen later generaal Roberts na vele verliezen vanuit Deurne Helmond kan binnentrekken. De Duitsers zijn intussen richting Bakel gevlucht. Helmond is daarmee op 25 september 1944 in zijn geheel bevrijd. De Engelsen worden met groot enthousiasme ontvangen. De stad is aan feesten toe. En hoe? Na 25 september 1944, tot aan de bevrijding van Nederland in mei 1945, is Helmond een resting place. Een plaats waar frontsoldaten op krachten kunnen komen. Britse soldaten logeren in Helmond en vieren hun feesten in Helmond. Elke Britse veteraan herinnert zich zaal Bokken, waar de grote dansorgels, nu te bewonderen in de raviolizaal, voor ontspanning en plezier zorgen. Dat de Britten thuis zijn in Helmond bewijst het optreden van de doedelzakband van de 15e Schotse divisie, die het terrein voor het Helmondse kasteel uitkiest voor een allereerste optreden op het Europese vasteland. Het verhaal gaat dat de liefde van de Helmonders voor Schotse doedelzakmuziek uit deze tijd dateert. Na de capitulatie van Japan in augustus 1945 worden er overal in het land grote volksfeesten georganiseerd om de bevrijding van alle Nederlanders te vieren. Ook Helmond neemt enthousiast deel aan deze feesten. Alle wijken vieren feest, met als afsluiting een uitbundige bijeenkomst op de markt. De feesten worden door burgemeester Moons geopend. Onder het zingen van het Wilhelmus worden de straatverlichting en de victorielamp op het bindersend ontstoken. Het hele feest valt bijna in het water. Door de hevige regenbuien start de optocht ruim 1,5 uur later dan gepland. Tegen 4:30 koersen de praalwagens richting Stationsplein. Vandaar begint de tocht door de versierde straten. Burgemeester Moons en andere notabelen nemen de stoet in ogenschouw. Een echte jury beoordeelt de creativiteit van de buurten en verenigingen. Verschillende eerste prijzen worden toegekend. Zoals aan deze wagen met daarop het toenmalige Premgebouw, gemaakt door de Helmondse Laan. Ook de Heistraat verdient een eerste prijs met de Vredesengel die waakt over de Nederlandse provincies. Een derde eerste prijs is er voor de Noord- en Zuidkoninginnenwal, die hopen op terugkeer naar de tijden van welvaart. Vrijwel alle straten en verenigingen uit Helmond laten zich van hun beste zijde zien. Het is een grandioos feest. De dag na Koninginnedag worden de festiviteiten nog eens dunnetjes overgedaan met een echte kinderoptocht.
Honderden kinderen tonen met wagens en groepen hun gevoelens over oorlog en bevrijding. De eerste prijs voor originaliteit, waar het grote groepen betreft, gaat naar de Kerkstraat. Het onderwerp is distributie en tekort aan brandstoffen. De blokken hout symboliseren het gekapte Bakelsbos. De zwaan met de twee meisjes, afkomstig van de markt, wordt uitgeroepen tot mooiste onderdeel van de optocht. Helmond heeft laten zien blij te zijn met de bevrijding, maar gaat vervolgens, zoals iedereen, over tot de orde van de dag. Nederland, en dus ook Helmond, steken de handen uit de mouwen. De wederopbouw neemt een aanvang. Dream of you.